Daar zijn we weer bij Ark Survival Evolved, hier op de Ark Eternal server. Oh yes, ik ben blij dat we weer verder kunnen en kijk eens even wat een verschrikkelijk mooi uitzicht hier vanuit onze nieuwe basis. De zon die komt langzaam op, die laat langzaam zijn hoofdje zien. Zullen we eens kijken als we de blooms, wat staat dit, light chops en light bloom, apply, save. Yes, daar wordt de sunrise nog weer mooier van. Oh mijn god, kijk dan eens even vanuit onze nieuwe basis die we de vorige aflevering hebben gebouwd in een speedbuild. En volgens mij is alles nog zoals dat het was in de speedbuild. Yes, oh, damn. Ik ben hier echt, echt heel erg content mee. Ik ben blij dat... Oké, ontwerpfoutje. Misschien een klein ontwerpfoutje. Maar oh, kijk eens even, hier hebben wij Boris, onze kleine Prime Bulbdog. Ongelooflijk insane wat die dino is. Helaas, elke server restart is zijn charge weer helemaal op nul. En hij heeft 9 miljoen charge of zo. Dus eigenlijk krijgt hij zijn charge nooit helemaal vol. Misschien als ik hem in een Pokéball stop, dat het dan wel werkt. Oh, zijn health is ook weer veranderd. Hij had 90 miljoen en nu heeft hij nog 5,6 miljoen. Ik heb geen idee. Deze Prime Bulbdogs. 56 miljoen. Oké. Dat is al dus een heel stuk beter. Maar daar hebben we ook al 33 levels in gestoken en 11 levels in melee. Oh, dat is natuurlijk geen melee. Dat is een Charge Emission Range. Maar Boris, onze Prime Bulbdog. Oh mijn god. En natuurlijk hebben we die dino niet zo... Wat? Hoe kan die dino zo donker zijn? Het zonlicht komt toch binnen? Zo. Nou, oh yes, dat is shiny. Wij hebben die Bulbdog natuurlijk niet zomaar te pakken gekregen. Ik heb hier voor jullie nog een clip, een korte clip. Geen commentaar. Maar ik doe er wel een muziekje onder of zoiets. Of ik vergeet dat weer. Maar dat maakt niet uit. Een korte clip van waar of hoe dat wij in Boris zijn gekomen. En eigenlijk was dat heel dichtbij. Want wij moesten een... Die sunrise. Wij moesten een screenshot maken voor een van de afgelopen afleveringen. Volgens mij was dat met een Alpha Therizinosaurus. En die had ik meegenomen naar het strand daar. Want daar was de verlichting goed. En daar hebben we een screenshot genomen voor een thumbnail. En daar liep Boris. Dus yes, dames en heren. Kijk even mee naar die clip. En dan gaan wij eens even terug naar onze Alpha Therries. Dus be right back. Dat stelde niet heel veel voor, maar jullie mogen natuurlijk niet missen hoe we dat bij aan Boris hier zijn gekomen. Ik vind hem super gaaf. En deze dingen die zijn echt extreem zeldzaam. Creature Finder Deluxe. Helaas duurt dit inladen altijd wel lang, anders zou ik hem echt nog wel meer gebruiken. Om gewoon eens te kijken van wat er allemaal rondhangt op de map. Bulb. Click here to search. Heet hij eigenlijk wel Bulbdog of hebben ze hem weer een andere naam gegeven? Waar kan ik dat zien? Prime Bulbdog. Oké, die zijn er dus niet. Die zijn dus gewoon niet op de map. Ah, dat is balen.
Want ik had er graag twee gehad, dan kunnen we ze breeden. Dan kan ik er in ieder geval altijd eentje meenemen. Oh, ja, dit heb ik ook nog gedaan. Dit niet op een video, maar ik heb twee aberrant ovis getemd met een veggie cake. Wij hadden natuurlijk alles voor een veggie cake. En ik heb hier nog ergens een industrial cooker geplaatst om even gauw wat veggie cakes te kunnen maken. Volgens mij hebben wij zelfs nog wat extra veggie cakes. Die zullen dan hierin zitten. Maar, is met één. Geen classic coke. Dus we hebben nog wat sweet vegetable cakes. En dat is eigenlijk alleen maar voor Pimp My Home zijn we voor bepaalde dingen zijn we wool nodig. En ik wil een paar dingen maken. Zoals dit tapijt. Ik weet niet welk tapijt dit is. Maar zoals dit tapijt. Daar zijn we dan wol voor nodig. En dus heb ik gewoon even wat ovens getemd. Zoiets ongeveer. Kunnen we het altijd weer verplaatsen. Dit ziet er heel cool uit. Dan kunnen we onze baas natuurlijk nog weer een beetje mooi mee detailleren. Ook zijn we eigenlijk een ander bed nodig. Ik denk dat ik het daarvoor wou gebruiken. Pimp My Home. Welcome. Welkom. Dat is lief van haar. Ze zegt gewoon welkom. Eén mooi bed. Ik denk niet dat het mooi wordt als we dit door elkaar heen gaan snappen. Zoals dit we doen met de S Plus bedden. Maar als het goed is. Goodbye. Oh, ze is wel vriendelijk. Ze is wel heel vriendelijk. Oh nee. Dan komt het niet meer uit. Dan moeten we dit bed in het midden plaatsen. Gewoon over de carpet heen. Even kijken. Hoe ziet het eruit? Oeh. Yes. Dat wordt wel wat. Moeten we hem alleen een beetje dichter bij het raam plaatsen, denk ik. Pick up modern bed. Geen idee. Ik ga ook denk ik niet op opname decoraties plaatsen en zo, want dat wordt niks. Misschien, nee, misschien met hulp. Maar niet als ik alleen ben. Crap, onze slaapkamer is mislukt, want dit bed past er niet fatsoenlijk in. Of we moeten deze meuk gewoon allemaal weghalen en dan plaatsen. Nou ja, goed. Dat gaan we niet op opname doen. Wij moeten nodig kijken naar onze Alpha Therizinosaurus, want dus in de vorige aflevering dat wij ze getemd hebben. Of gebreed hebben. En deze aflevering zit extreem veel tijd. En ik denk dat ze heel veel levels erbij hebben. Dit was onze level 450 baby. Kijk, ze hebben al 64 levels beschikbaar. Van volgens mij, hier heb ik Crying and Beef Potion. Volgens mij de 88 levels die op dat erin kunnen. Dus dit is al OP. In ieder geval 25 levels in HP, zodat ze niet zomaar doodgaan. 25 levels in HP en jij ook. Volgens mij hadden we niet al goede zadels. Ik weet het niet zo goed meer. Oh, dan moeten we ze eigenlijk ook even healen. Want een goed zadel maakt natuurlijk ook een wereld van verschillen. Een beetje armor, die gaat heel erg ver. En misschien moeten we ook eentje een sex change potion voor maken. Zodat ze in ieder geval mate booster zijn. Dan gaan we gewoon met z'n allen twee op pad. Want ik wil ze eigenlijk max level hebben. Saddles. Ik moet nog wel even wennen naar waar ik alles moet vinden. Nee, dit ziet er niet uit als goede saddles. Hebben we hier goede saddles? 1 van 25 armor. Dat is toch nooit genoeg aan 25 armor. We hebben hier gelukkig wel een upgrade station. Wow, oké, ik heb hier volgens mij ook al iets in Dino Hearts. Ik denk dat we hier Dino Hearts hebben. Dino Heart. Oeh, maar 106. Crap, ik hoop niet dat het upgrade te veel kost. Wij moeten ook nodig meer van die jukebugs hebben. Want ik denk dat die passive income die je krijgt vanuit die jukebugs. Fiber. Oh, fiber zou geen enkel probleem moeten zijn gezien naast de enige dino's die op dat wij hebben zijn Therizinosaurus, Eternal Resource, de Architect Bench. Dat mag gewoon, maakt mij niet zoveel uit. Attempt upgrade. En hide. Oh my god. Eigenlijk moet ik hier gewoon standaard een goede hoeveelheid aan materialen inhouden. Industrial Forge, Architect. 50.000 hide. Hide is. Damn, heb ik nou wel gepoeld? Ik heb niet gepoeld. Oh, meen je dat nou? Hide. 50. Oh, ik ging gewoon een nulletje te veel. Zoveel heb ik dan niet. En dan delete hij het gewoon weer. En dan. Oké. Dat was duidelijk. Nog een upgrade de ding. Oké, ik kan niet verder geüpgrade worden. Maar gelukkig hebben wij hier ook nog een Augment Station. En dan hebben wij als goed is ook Augment Armor Reagent. Kunnen we hier de. Zeg 100? Oh, we kunnen er nog 100 van maken ook. Ik had niet verwacht dat wij zoveel polymer zouden hebben gehad. Maar als het goed is, kunnen we nu hele goede zadels maken. En zo'n upgrade station, ja, het is super OP.
Maar aan de andere kant, in deze modpack, als ik deze Alpha Therese nou verlies, dan hebben we al dat werk voor niks gedaan. Nu moeten we weer opnieuw breeden, opnieuw oplevelen en noem het allemaal maar op. Oh ja, 325 is de max. En gezien we toch nog veel met Therese gaan doen, dan maken we er nu een blueprint van. En dan kunnen we, als het goed is, die blueprint hier wel in craften. Voel mij genoeg voor 2 pool. Oh yes, 31.000 items voor 2 van die blueprints. Dat meen je niet. Oh crap, en alle Dino Hearts, alle... Oh, de helft van onze Dino Hearts die we daarin hebben gedaan zijn op hard. Holy damn, die zadels alleen al hebben ons al onze Dino Hearts gekost. Creature Finder Deluxe. Misschien moeten we niet op zoek naar Bulb Dogs. Maar misschien moeten we wel op zoek naar Bug. Zou die moeten vinden, denk ik. Prime Blood Jugbug, die hebben we al. Die zijn we niet meer nodig. Blood Pack Jugbug, zie ik het nut niet van in. DNA Jugbug hebben we al. Dino Heart Jugbug. Die wil ik hebben. De Dino Heart Jugbug. Level 600. Crap, zijn hier niet heel veel van die berries nodig? Berry. Nee, niet deze berries. Van deze. Van deze berries. Kunnen we daar nog meer van maken? Waarom? Ah, dat wil ik niet hierin. Laten we dat gewoon hierin maken. Ik weet niet helemaal, maar met die dedicated workbench. Die hoort ook dit te kunnen maken, maar waarom... Oh, damn, die blueprints kwamen waarschijnlijk helemaal onder alle andere berries. Voor mij maakte die 10 per keer, dus als we eens een keertje 20, kunnen we hier 20 van maken? Oh ja, deze hier zijn we Dino DNA voor nodig. Oh, oké, dus hier kunnen we dan meer dan genoeg van maken. Ik denk... gaan we die kant op met de Alpha Therese? Dan kunnen we die onderweg vastlevelen. 778 meter. Ik denk dat dat te doen moet zijn. Ik ga nog even een goede hoeveelheid van deze berries craften. En dan gaan we denk ik gewoon met die twee Alpha Therese die kant op. Ik ga jullie niet dit hele craftproces af laten wachten. Oh, jawel, wel, want ik vergeet bijna wat. Wij hadden nog als cadeautje gekregen. Tijdens de bouwaflevering hebben jullie al kunnen zien dat we daar die hele gigantische space wheel, die er super gaaf uitziet. Oh, wauw. Kijk dan hoe mooi of dat die eruit ziet. En het is super gaaf, maar dat is een drop van een bos. Dus die gaan we niet gebruiken. Maar wel hebben we hier ook nog gekregen. Oh, River Princess. Wat? Dit is een Direwolf? Een modded Direwolf? Geweld, wat? Oh. Dan gaat ze slapen. Wat? Hieruit. Ze gaan je dismount. Oh, dat is een vette feature. Oh my god. Arc Eternal zit vol met tribute dino's. Volgens mij kun je bij Arc Eternal, als je de mod author support, kun je tribute dino's krijgen in de mod. En dit zal er ook wel eentje van zijn. River Princess. Ik denk dat zij ook wat een tier te hoog is voor wat of dat wij nu hebben. We kunnen wel heel gauw even kijken. Oei. Als het goed is krijgen we geen full damage. Geen full damage. We kunnen heel even kijken naar wat haar abilities zijn. In tijden die bestjes wat krachten. Oh, loopt er hier nou gewoon geen enkele dino? Van helemaal niks? Die kant op vast wel. Let's go! River Princess. Deze hebben we eigenlijk ook als cadeautje gekregen. Er zijn natuurlijk mensen op server nog veel verder als dat wij zijn. En oké. Ik denk dat River Princess een tier te hoog is. Een hit. Oh, what? River Princess kan vliegen? Waarom voelt dit cheaty? Oké, nou loopt hij gewoon. Is dat dan... Hoe deed ik dat? Wat? Met spatie gaat ze vliegen? Wow. Oké, stop met vliegen. Rechtermuisklik. Doet verder niks. Oh. Met C gaat ze zitten? Oh, hoe cool is dat? Control. Oké. Control, die deed ook, maar die deed weer veel minder damage. Zeg maar spyglass misschien, welke buttons ik moet gebruiken. Tribute Dino voor Lithothic Mobs Wife. Darkstar Tier X, Left Control, O en Q, R,
Special attacks. Laten we dat dan eens even proberen. X. X doet ook 1,5 miljoen damage. Wat doet... Oh. Ook weer een beetje hetzelfde. Oeh, daar is ook een chuckbuck. Nee. Niet die poison dilo. Prime dot. Oké, nee. Die hebben we wel. Oh ja, dan kon ze vliegen. Oké. Wow, dit is wel OP. Een direwolf? Dat kan vliegen? Ik heb eigenlijk iets nodig met wat meer AP. Iets waar we wat meer op kunnen testen. Maar, wow, die lightshafts zijn nu best wel overdreven. 1,5 miljoen damage per bite. Ik denk niet eens dat er hier wat spawnt. Dat kan overleven. Maar, oh, let op. What? Alles om ons heen dood. Oké. Dat is dan best wel weer OP. Oh, wacht. Daar is iets primes in gespawnt. Maar ik denk dat iets primes nog steeds niet... Oeh, daar is ook iemands nieuwe base. Volgens mij is die is van Joey. Dat is Joey's base. Oeh, dat ziet er goed uit, dames en heren. Control. Oké. Dit maakten we niet in één keer dood. Oh, control doet torpor. Alleen ook 150.000 damage. Dus of dit ideaal is om iets te temmen, ik denk het niet. Oké, en... Oh. Oh, doet ook torpor. Oké. En X. Oh, X delete het gewoon. Holy damn. Oké, dit is een super OP dino. Maar ik denk dat hij eerst voor de sier op het dak moet komen te staan. Oh, yes. Ik ga mij klaarmaken met de Alpha Terry's en die bestjes even maken. Dan zijn we er zo weer. Oh, yes. Wij zijn er klaar voor. Om erop uit te gaan met die Eternal Alpha Therizinosaurus. Deze Therry, die heb ik al opgeleveld. Ook in melee, zoals jullie kunnen zien. 39 levels in melee gedaan. Deze nog niet. Dit is een mannetje. En die andere heb ik een vrouwtje van gemaakt. Maar ik denk dat we gewoon... Ik wil even kijken wat zijn base damage is. Oké, 33.000. Is dus base damage zonder één... Wat is dat? Oh, een Amargarosaurus. 33 was dus base damage zonder een level up in melee. Maar dat is met de mate boost en met de breeding stats. Oeh, nou al omhoog naar 66.000. Wat is dat dik? Wat? Waarom heeft mijn recordingprogramma steeds moeite met het bijhouden? Is het dan zoveel zwaarder om deze twee aan te hebben staan? Is dat dan zoveel zwaarder dat dan mijn recordingprogramma het OBS gewoon weer niet bij kan houden? Let's jump. Oké, we zijn bijna bij de jukebug. Die gaan we in ieder geval timen. En in tijd gaan we natuurlijk deze Terry's eens even een beetje de evil treft mode. Auw. Onze Terry's staan nog op passive ook. Dit bed moeten we hebben. Oh, in modern bed, natuurlijk. We kunnen ons nieuwe bed spawnen. Ik denk dat onze gear kapot is. Smitty. Hier hebben we een Smitty. Je hebt onze flag armor in één hit kapot. Die track and flies. Oh, wat vervelend. Volgens mij waren wij hier ergens. Yes. Oké, Alpha Terry is weer gevonden. Die track and fly die is in ieder geval niet meer boos op ons. Oh. Laten we in ieder geval onze tranquilizing crossbow wel aanzetten. Wat? OBS heeft het er weer moeilijk mee. Damn it. Oké, laten we eens kijken of OBS het nu wel bij kan houden. Waar is onze jukebug? Is onze jukebug dood of is dit hem? Dino Hard jukebug. Deze moeten we hebben. Oké, hoeveel dat moet deden we ook weer? Was dit niet een 500.000? Misschien in de buurt van, in ieder geval. In de buurt van 500.000, maar die stomme onweerstorm lijkt het zo donker en dit maakt het dan zo overbelicht. Wow, die was nog weer raak ook. Moeten we onze Alpha Therese misschien ook meenemen? Straks gebeurt ons wat. Allebei maar op, follow mij. Kom jongens. Wij moeten die jukebug hebben, want we hebben... We hebben geen Dino Hearts meer. Misschien wel even passive.
op de ferries, volgens mij waren die nog passive. Oh yes, we hebben al 1 miljoen Torpor gedaan van de 1,7 miljoen Torpor. Misschien moeten we gewoon wat extra jukbugs. Daar heb ik 2 van deze jukbugs ophalen. Ik weet het eigenlijk niet. Hoeveel berries? 35! Oké, okay, ik heb in ieder geval genoeg bij me. Als het goed is, hebben we wel 200 berries bij ons. 192. Ik kan niet zo heel goed tellen. Ik zal er wel 10 in mijn storage bench hebben laten staan, in mijn crafting bench. Let's go. Ben jij ook al 15? Oh crap, hij eet al. We gooien er gewoon random in. Dat is in ieder geval meer dan 35. Eet hij in één keer door? Oh, wat is dat lastig te zien bij deze jukbugs. Laat take resources. In ieder geval 20 dino hearts er nu alweer bij. En deze. En die dino storage van die dino storage V2 mod. Oh, dit is een monster. Hoe geweldig gaaf. Laten we eens even kijken. Want ik durf ze nog niet helemaal op neutral te zetten. Maar in tijd kunnen we deze dingen natuurlijk wel even een beetje oplevelen. En het is hier een beetje rustig. Maar ik ben ook nog wel weer bang voor het verliezen van mijn Alpha Therries. Want ik wil deze jongens een goed level hebben. En hij zit nu alweer vast achter een boom. Als ik nou afstap en hun daar gewoon op stuur, dan kan hij mij niet doodmaken in één hit. En zij kunnen hem wel doodmaken. Ah, nee, laat hem niet. Ah, bestie. Oké. Jij in Pokéball. Lekker. En jullie hebben je werk weer goed gedaan, jongens. Zonder dat hij mij dood heeft kunnen maken. Let's go. Laten we deze kring eens even een beetje oplevelen. Het liefste haal ik zijn max level. En dat is vaak nog wel heel erg. Wow. Een poison in. Een elemental poison in Dominus Rex van level 290. Hij doet belachelijk weinig damage. Maar dat komt natuurlijk ook omdat wij hebben insane armor. Met onze zadels van 325 armor. Waarom slaap jij? Geen idee. Misschien heeft die innomreeks hem wel in slaap gemaakt. Oh. Die vrijheid houdt het ook lang vol. Dammit! En wat? Level up. Dammit, maak jij alles dood? Oeh. Oh, die Eternal Terrasinosaurus. Die dingen zien er zo vet uit. Ik baal er nog altijd van dat wij die toen aan het begin meteen kwijt zijn geraakt. Ik baal daar echt heel erg van. Waarom hebben jullie steeds honger? Oké, dit is al de derde keer dat ik ze kruim de beef potion geef. Oeh, deze bevriest ons volgens mij. Misschien hadden we geen ruzie moeten zoeken met een Eternal Prime. Wat? Ik ga ze helpen zien, want ik kijk alleen maar naar mijn eigen Alpha Therizinosaurus. Oh, de Prime Alpha is alweer dood. Nee, zeg je het. Ah, en ik ben alweer dood. Oh my damn. Yup. Gelukkig zijn onze Therizinosaurus toch makkelijk weer te vinden, want we zijn nog helemaal niet ver met onze basis weg. What? Oh, en jullie zijn weer vergeten dat ding dood te maken? Hoeveel life heeft hij? Waar is mijn... Oh, ik wou niet eten. Ik wou eigenlijk gewoon even kijken. We kunnen dit natuurlijk niet over ons laten gaan. Maak hem dood, jongens! Let's go! Oh, wee als die nou nog steeds mij kan raken en ik weer dood ben en weer al mijn gear moet repareren. Ik ben gewoon met mijn farm alleen maar om mijn gear te kunnen blijven repareren. Ik denk dat we binnenkort ook eens moeten gaan kijken naar andere gear. Damn, dat ding is wel serieuze shizzle. Misschien is het nog wel een idee om zo'n Prime Eternal Dragonfly te gaan temmen. Wauw, is echt serieus een shizzle, maar... Oh, waar zijn mijn healing dingen? Oh, hier. Als we nou kijken, hij heeft alweer superveel damage. Maar kijk, zijn food! Elke keer als ik niet meer bij hem in de buurt ben, is zijn food weer gedraind. Ik ga dat ook niet meer volmaken. Dat kost mij allemaal kleine beef potions. En die zijn niet duur. Maar elke keer als ik bij hem wegga, is het weer weg. Daar hebben we toch helemaal niks aan. Krijgen we überhaupt nog wel XP op deze Terry? Nee. Weg hier. Weg. Waar is mijn andere Terry? Oh, die Dodo was niet eens dood. Let's go. Oké, Prime Dodo is dood. Maar daar loopt dan zo'n undead Stegosaurus. En daar wil ik eigenlijk geen ruzie mee hebben. Kom. We moeten hier weg, want oh mijn god, als die ons aanvalt, ik denk dat die ons nog weer helemaal opvreet en helemaal doodmaakt. Maar dit oplevelen schiet ook nog niet heel hard op, om eerlijk te zijn zo. Misschien moeten we even de Center Island proberen. Als het goed is, heeft Rich zijn truit daar een teleport te staan. En dan kunnen we zo naar de
Center Island teleporteren. Misschien daar een paar bosses. Misschien krijgen we dan nog wat levels. Ik denk dat we dat gewoon heel even moeten proberen. Want ik wil deze dingen wel hoger level hebben als dat ze nu zijn. Hier, denk ik. Artifact Devourer. Center Island. Voorzichtig. Let's go! Oké, we zijn op de Center Island. Laten we hopen dat dit hier enigszins goed wil. Dat we hier wel wat XP kunnen krijgen. Wat is dat? Is dat gewoon een overbelichte Megalosaurus? Ja, Megalosaurus. Saurus zou dat dan moeten heten, denk ik. Hé. Hey. Kom, hier moet we blijven volgen. Oh, hier, Allosaurussen. Laten we ze doodmaken. Hé. Hey. Wow, zo krijgen we in ieder geval heel veel vlees, want we zijn altijd nog wel weer veel vlees nodig, denk ik. Oké, er spant hier ook nog niks in waar we goed XP van kunnen krijgen. Oh, wat is dit nou weer dan? Zo krijgen we ze nooit max level. Misschien hadden we moeten kijken of wij nog wat van die XP potions hadden. Backhand base. Dat was pas sneller gegaan dan dit. Oké, elke keer levert natuurlijk wel wat XP op. Ik hoopte dat hier weer een boss in zou spawnen of iets in die richting. Maar we hebben 42, dus we moeten nog 21 levels. Dat schiet toch ook niet op zo'n huge XP potion. Oké, dat is vast beter. XP. Nee, niet TE. En jij, heb jij ook nog iets geloot? In ieder geval geen XP potions. Wat? Maar deze doet toch 74.000 per hit? Oké, lekker. Ik denk dat ik nog heel even verder ga met wat oplevelen. Deze beest. Dino's, dat is natuurlijk verschrikkelijk saai. En die hebben we zo dood. Het is niet zo bijzonder. Oh ja, die XP potions. 8 levels erbij. Dus dan moeten we nu nog 13 levels. Oh my god. Be right back. Yes, dit is wat we wouden hebben. Let's go. Weg met die boss. Crap, deze doet wel serieus damage. Nee. Deze kan mij ook raken. Oh my god. Oké, hij is bijna dood. Hij is dood. Oh, yes, hij is dood. Dat moet lekker XP geven. Een boss doodmaken is vast... lekker XP waard. 2 levels. Are you joking? Oh... Oké, dan gaan we verder. We moeten gewoon doorgaan. Het was ook echt serieus net... Oh, deze is niet hier. Hij is wel hier. Oké. Maar het was ook serieus net. Daar beëindigde ik de opname en hier spande de boss in. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Ik ga weer verder deze kreng even oplevelen en dan zijn we er zo weer. Niet zwemmen. Let's go! Nee! You were killed by a prime rock drake. Oh nee! Ik killde een alpha rock drake. Ik was een eitje aan het oppakken en die heb ik gepakt. Oh, damn it. Al mijn keer weer kapot. Maar we hebben in ieder geval wel een alpha rock drake eitje. Is maar level 170, niet zo bijzonder. Maar ik denk ook dat een alpha rock drake inmiddels geen indruk meer kan maken op ons. We zouden hem kunnen evolueren in de prime. We zouden ook prime kunnen temmen. Ah, die armor repareren. Ik denk ook niet dat het nog nodig is. We doen gauw de chest piece. Wauw. Ik ben nog in de war met mijn keybindings ook. Chestpiece. En waarom doen we wel de chestpiece? Die geeft ons onze glider. Dan kunnen we in ieder geval proberen om ergens aan te ontsnappen. Dat we gaan. We gaan weer naar de Center Island. Dus we concentreren iets weer even op. Dit was Center Island. Center Island, voorzichtig. Oh my god, die Prime Rock Drake. We glijden gewoon die kant op. Oh nee. Want dan gaan we weer super snel omdat we naar beneden moeten. Nee, landen. Okay, hier ergens was die Prime Rock Drake. Hebben ze hem doodgemaakt? Oh, volgens mij hebben ze hem doodgemaakt. Ik zwem even door de lucht heen. Oh, oké, hij is dood. Laten we dit in ieder geval even oogsten. Oké, klaar. Hij staat op follow. Nee, ik ben er net weer. Oh, mijn god. Ik was er net weer. En zijn we alweer dood. Dit meen je niet. Iets te ver. Commentaries. Maar als het goed is, staan ze hier nog steeds op mij te wachten. En dan moeten we... Mount. Nee! Oh! Waarom was die niet dood? Waarom hadden ze hem niet doodgemaakt? Wat? Ze stonden gewoon naast elkaar. Ze stonden elkaar knuffels te geven toen ik er niet was. En ik kom er weer bij. En die tijger... Hij mag mij eerst opeten voordat hij... Oh,
Die Terracinos, we moeten nodig eens even een goed gesprek met ze gaan voeren, want dit kan toch niet? Ze kunnen toch niet mij zomaar dood laten gaan? Oh my god, die stomme Terracinosaurus. Ik word hier wel een beetje gek van de hele tijd dood en heen en weer teleporteren. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Ik hoop dat, wel dat ze snel max level zijn. Dan kunnen we er primes van maken. En dat alleen maar voor een alpha rocktrake eitje. Waarvan ik weet dat we die toch waarschijnlijk niet gaan gebruiken. Misschien moeten we nou gewoon deze crappling hoek gebruiken. Oh crap, ik had beter niet hier langs kunnen gaan, denk ik. Oké, uit. Nee. Niet zo snel. Oké, er wordt daar nog steeds... What? Waarom ontvangen ze zoveel damage? 124.000 aan damage? Oh. Wat zijn ze mee aan het vechten? Wat is dat? Drekken? Nee. Oh my god. Drekken Master Rock Drake? Ik heb dat nog niet eerder gezien, maar... Oh, damn. Oh, onze Alpha Therese. Dood. Ik dacht oprecht dat dat een Alpha Rock Drake was. Maar kijk dan, ze hebben niet eens een klein beetje kunnen doen op hem. 54,9 miljoen HP. On par with Darkstar stat-wise. En damage-wise. Maar wat zijn we nodig om hem te tranken? Beginning work in progress of Dragon Master Rock Drake Tribute Dino. Eternal Prime Meat, maar... Nog geen eens een miljoen aan Torpo. I don't know. Zullen we eens een pijltje in zijn kont schieten? Kijken of hij ons ook meteen doodmaakt of niet? Allemaal hartstikke mis natuurlijk. Hij loopt de hele tijd rondjes. Oh, die was ook niet eens in de buurt. Wat? Dit was wel raak. Het is een rockdrake, dus hij kan tegen de kant op. Oh crap, ik heb een... Nee. C. Trekken Master Rock Drake maakt mij weer dood. Oh my. Want zij hebben vaak dood gegaan. Onze Alpha Terry baby's hebben we zoveel moeite gedaan om ze uit te breeden. En dan hebben we ze zomaar dood laten gaan. Ik had eigenlijk wel even de... Robot Terry, hoeveel HP heb jij? 12 miljoen. Heb jij een goed zadel? Ik had hun zadels eigenlijk wel even moeten stelen natuurlijk. Zou jij dat kunnen tanken, denk je? Redelijk zadel. Moeten we een beter zadel maken? Ik denk wel dat dat het waard is. Oh, we hebben alweer 54 Dino Hearts. Daar zouden we die blueprint makkelijk weer mee moeten kunnen maken. Nou, dat niet eens hierin gehoeven. Deze, één keer. Maak mij die. Ja, lekker. Dan kan dit zadel in de storage. Je hebt er nog weer een leveltje bij. Nu doen we nog bij een health. Wat? Heb ik al 29 levels in health gedaan bij jou? Oké. Okay. Ik dacht 25. Man, 25. En ik heb hier nog een... Oh, low level Terry zadel. Oh, damn. Ik denk niet dat we dit zouden moeten doen. Ik denk echt niet dat we dit zouden moeten proberen. Straks verliezen we onze robot Terry ook nog. Hebben we nog meat? Ik denk dat dat inmiddels allemaal is gespoild. We hebben zelfs nog meat. Twee. Als het ons zou lukken om hem nacht te maken. We hebben geen eens armor aan. Ik denk ook niet dat dat het toe doet. Want hij maakt die armor natuurlijk in één hit dood. Als die ons zou kunnen raken. Oh, damn it. Oh, deze Terry is nog te graag ook. What? Ik hoop dat hij er nog is. Ah, mijn Eternal Berries zijn aan het spoilen. Die had ik even op mijn back-end base moeten laten. En weer. Wat? Waarom? Wat? OBS heeft moeite vandaag. Ik denk dat mijn PC problemen heeft vandaag. Yes. Let's go. Ik wil niet dino timen. Ik wil niet gedonder hebben met OBS. Wat is dit toch weer? Soms doet hij het goed en soms doet hij het slecht. Ik weet niet wat er mis is. Let's go. Ik hoop dat hij er nog is. Oh, yes. Oh, oké, hij is daar nog wel. Konden wij... Oh. Niet zo heel goed over nagedacht. Wij kunnen bij onze robot Terry... Onze robot Terry, die kan niet... Ik kan niet schieten vanaf de rug van mijn robot Terry. Oh, damn. Ik dacht dat dat echt kon.
Maar ik durf hem niet zo goed hebben te dismounten, want hij heeft misschien wel 12 miljoen AP en insane veel armor. We kunnen kijken, we kunnen even kijken hoeveel damage of dat hij doet op onze robot Terry. Want die heeft natuurlijk veel meer life en veel meer armor dan onze Alpha Terry's hadden. 29.000. Ik denk niet dat wij in tijd een nog kunnen maken. Oh crap, moeten we dan onze Indom aap gebruiken? Gaat die het wel doen? Oh, we gaan het proberen. Oeh, vanaf de rug van onze Indom aap kunnen wij in ieder geval schieten. En onze Indom aap heeft helder op minder life als onze Robot Terry. Maar dat beest moet dit toch kunnen? Als ik kan raken, in ieder geval. Gelukkig hebben wij meer en meer dan genoeg van deze pijlen. Oh, maar onze pijlen doen er geen eens torpor op. Dus we hebben dit alles helemaal voor niks gedaan. Mijn aap zit vast. Mijn aap zit nu al vast op hem. Oh, ik dacht dat wij die 38.000 torpor hadden gedaan. Maar wij hebben natuurlijk niet die 38.000 torpor gedaan. Oh, dus wij kunnen deze titel helemaal niet instemmen. We hebben dit allemaal voor niks gedaan. Oh crap, nee. Ah, nee, ik vergeet me. Oké, dankjewel. Oké. We moeten natuurlijk nog wel even kijken. Oké, ik denk dat de zadels er nog zijn. Healen. Dan pakken wij 5. No valid source found. 5. En dan doen we op R. Doen we op advanced transfer. Oh, nee. Oeh, we moeten alweer healen. Wauw, wat doet dit ding veel damage. Item cache. Een personal inventory, alles. Transfer. Dan hebben we in ieder geval de zadels weer. Oh crap, die Dragon Master Rock Drake. Wat? Is wel super vet. Alleen was je een hogere tier die nodig om hem te kunnen temmen. Wat we natuurlijk zouden kunnen doen om hem te kunnen temmen. Als wij van onze gorilla een unknown gorilla kunnen maken. Unknown lightning gorilla, misschien. Dino blood, dino DNA, dino heart en eternal indominus tokens. Ik weet niet hoeveel of dat we hiervan hebben. Oh, dat is iets waar we naar zouden kunnen kijken natuurlijk. En dan kunnen we terugkomen om wraak te nemen op de Dragon Master Rock Drake. Oh, yes. En we zijn... Oh, kikker in mijn keel. Ik weet niet wat ik in mijn keel laat. Maar we zijn weer in onze basis. En soms geven de lampen genoeg licht. En soms lijkt het toch ook nog weer donker. Maar dubbies, de inventory is leeg. Ik heb mijn armor weer aan. Poison. Nee, lightning. Lightning gorilla. Kunnen we 18 Eternal Indominus tokens. Ah, de beste plek om Eternal Indominus tokens te halen is op die Center Island. Ik denk dat ik dat ga farmen op de Center Island met onze robot Terry. Is alles shizzle ook al uitgezocht? Ancient Orbs en wat. Broodje shizzle. Maakt me niet zo heel veel uit. Wat zit hier dan nog in? Een beetje hetzelfde verhaal. Volgens mij had de robot Terry dat bij zich. Dat beest. Jij blijft hier. Ik wil hem evolueren. Yep. Dat beest. Die gaat hier eerst weer in. Indoms. De robot Terry deed volgens mij het meeste damage. En oh, we hebben alweer 41 Dino Hearts. Oh my god. Ik heb ook eigenlijk geen idee hoe lang of dat wel bezig zijn. Dus ik ga er even op uit met de robot Terry. Om te kijken of ik wat Eternal Indominus tokens kan krijgen. En dan zien we elkaar zo weer. Wauw. Nog heel even kort. Ik zie dat we al best wel lang bezig zijn met de aflevering. Alleen, ik heb mij bedacht. Ik denk niet dat de Center Island de beste plek is om Indominus tokens te krijgen. Ik ben hier naar de, wat is dit dan, de Green Obelisk gegaan. En hier lopen Indominus Carnos. Wauw, deze houdt niet maar lang vol. Hoeveel HP heeft dit krijg? Oh, 2,1 miljoen. Oké, duidelijk. Carno, je bent OP. Maar hier lopen Indominus Carnos en Indominus Ovis. Of die spawnen nog eens, zo gauw we wat dood hebben gemaakt. Want in deze mod werkt het zo. Zo gauw je wat dood maakt. Maakt. Spawnt het weer wat nieuws in. Dus ik denk dat we de slow biome even op de kop gaan zetten. Crap. 18 waren we er nodig. 2 per kill. Dus we moeten 9 kills. Waarvan we er al 1 hebben. Kijk, daar is onze volgende. Hier is eerst de volgende al.
van de Indominus over is. En deze spawn minions in. Ik hoop niet dat hij mij kan raken. Die minions die exploderen. Dus we moeten ons HP ook goed in de gaten houden. Nou hebben we gelukkig insane. Kijk dan. 1, 2, 3. 3 schapen. Alleen al hier in dit scherm. 4. Daar is er al nog eentje. Oh, deze is AFK. Hij viel mij aan en nou gaat die AFK. Lang fout. Oké, oké. Hij is dood. Hij is dood. Wow. Grand Sarko. Wow, kijk naar het formaat van die Sarko. Oh, ja, ga weg met al die explosies. Nee. Ga weg met al die... Kijk dan hoe groot of dat die Sarko is. Krans Sarko? Arky Tunnel Dino? Hey, waarom gaan die schapen steeds AFK dan? Hij is ook AFK. Hij staat daar maar met AFK. Oké, nou doen ze weer wat. Even, nee. Healen. Ja, oké. Ah, damn it. Ik zeg net, de video duurt al te lang en zit ik dit ook allemaal weer op te nemen. Ik ga hier nog heel even mee verder. Het is toch mis met die Krans Sarko. Volgens mij is die ook AFK. Hey, auw. Hou op. Oké, ik ga dit nog heel even doen. Jullie hebben het nou wel gezien. Je kunt toch niet zo heel veel zien van dit gevecht. Gezien al die explosies. Oh, damn. Oké, Krans Sarko. Ik weet niet wat er mis mee was. Ik wil wel dat hij het nu niet meer doet. Oh, spontaan nog weer een Reaper in. Ik heb geen zin om met de Reaper te gaan vechten, want het duurt gewoon lang. Maakt me niet druk omdat we het niet zouden kunnen winnen. Oh, kijk dan hoe weinig damage wij op die Reaper doen. Oh crap. Wow, dat is een Titan God. Oké, ik hoop wel dat ik die kill op die schaap heb gekregen. Dan hebben we in ieder geval de Indominus tokens. We hebben er al 8. De rest van... Nee. Dat is een Resurrected Giga. Oké, Resurrected Giga is te doen. Is te doen. Oké. Deze Romanterichinosaurus is zo ongelooflijk sterk. Dit is heerlijk. Wel zijn we denk ik een health potie nodig. Maar het nadeel is het killen van deze Resurrected geeft weer een hele hoge kans op nog een boss spawn. En ik wil niet per ongeluk een boss hitten, want dan maakt die boss onze Romanterry dood. En we hebben hier nog geen twee van. We hebben ze nog niet gebriefd. Ik heb ook geen idee. Volgens mij zit die Reaper inmiddels onder de grond. Damn, oké, dit is wel allemaal gevaarlijk geworden hier. Oh crap, waar zijn die andere schapen? Volgens mij zijn die schapen daar in gevecht met die Titan God. En yep, ik wil daar absoluut geen deel van uitmaken. Nu, de echte onderbreking. Ik ga die laatste Indominus tokens farmen en dan zijn wij er zo weer. Oh, nog druk aan het farmen, maar weer zo afgeleid als ik weet niet hoe. Daar is een Eternal Alpha Otter. Ik denk dat één pijltje genoeg is. Oh, nee. Een Eternal Alpha Otter. Ik heb alleen nog maar die Prime althans gezien. En dit is een gewone Eternal Alpha Otter. Misschien is die wel goed voor... Is die veilig? Ja. Goed voor Silica Pills. Want volgens mij hebben we nog niks met Silica Pills. Drekkenfish. Maar volgens mij is dat niet nodig. Want deze is tameable passive. Nee, kunnen we zo ook wel temmen. Even gauw het bestje shop halen. En dan zijn we er zo weer. Oh yes, let's go. Een Eternal Alpha Otter. Ik heb niet eens net level gekeken. Welk level is die? Oh, nu level 254. Wow, wat cool. Staat er iets? Nee, staat alleen maar dat je je hoge knockout tier moet hebben. OBS heeft het er weer zwaar mee. Misschien komt er wel door het extreem veel heen en weer teleporteren. OBS, reset jezelf. I don't know. Ik ga nog even wat Indominus tier token, Indominus tokens farmen. En ik denk toch dat we deze nu niet kunnen checken. Dus hij gaat gewoon weer in onze inventory. En Dino DNA nemen we mee. En dan zijn wij er zo weer. Wauw. Dat duurde ook nog heel erg veel langer als verwacht. Maar we hebben 27 Eternal Indominus tokens. Ik had zoveel materiaal dat ik nog twee keer terug heb gemoeten met de Therizinosaurus. Om enigszins de spullen niet weg te hoeven gooien. Eternal, die Robot Therry, die is zo traag. Maar we hebben zoveel Prime Blood. We hebben natuurlijk die Jugbug, dus we hadden er al zoveel. Maar ik heb zoveel primes gekillt. Gewoon puur heb te hopen dat die schapen in zouden spawnen om meer van deze tokens te kunnen. Oh crap, dat wordt er natuurlijk meteen uitgehaald. Unknown Lightning Gorilla. Ik denk dat we dan eerst de pool uit moeten zetten. Jij. Stop met wat je aan het doen bent.
Ik wil deze aap hier evalueren, want zoals jullie zien, het is al nacht. Wow, wat zijn wij lang aan de farmen geweest. Damn. Lightning Gorilla. 1 keer. Koop. Lightning Gorilla. Oh. En dan kunnen we terug naar de Center Island. En dan hoop ik dat die Rock Drake er nog is. En als die Rock Drake er nog is, dan nemen we mee naar huis. Dan heeft mijn Alpha Terry's opgevreten. Oh crap, we moeten ook een nieuwe Alpha Terry's breeden. Want ik wil dat nog steeds doen, want ik wil ze kunnen evolueren naar de Unknown Fire Terry-sinosaurus. Maar eerst onze aap. Doet hij wel iets? Gaat hij al evolueren? Onze aap gewoon naar een Lightning Gorilla. Misschien gaan we deze ook beter eerst max level kunnen maken. Oh, ja, het begint. Oh, yes, oh. Name your unknown lightning gorilla. Light beast. Oh, ik heb geen idee. Oh, crap. Had die ook een zadel op? Oh, volgens mij had die nog wel een redelijk zadel op ook. Yeah, let's go. Ja, hij is... Wow. Dat blijft best nog wel een fel bolletje. Laten we eens heel even kijken. HP-wise... Crap, 8 miljoen HP. Oh, damn, dat meen je niet. Moeten we nog een goed zadel maken ook? Maar ik denk wel voor nu. Ach, crap. De base is zo groot en toch alweer veel te klein voor al deze dino's. Dit is niet normaal, maar wat ziet dit er vet uit, dames en heren. Wow, die unknowns met die blokjes die ze opbewegen. Dat is wel super cool. Mag je die blokjes niet willen, dan heb je ook hier ergens. Ik weet niet of ik ze al heb geunlocked. Costume, maar Power Gorilla costume. Equip this to remove the moving bits. Speed is lightning speed. Can only be crafted at the eternal workbench. Oké, doen we dat nog heel even. En dan Gorilla. Ik denk dat deze Speed Gorilla is. Ik denk ook dat je die anderen er wel op kunt doen. Dat kunnen we ook wel heel even testen. Ik weet niet welke ik nu heb gemaakt. Maar gaan we gewoon even kijken. Het zijn costumes. Dus volgens mij moet dat gewoon altijd kunnen als de dino maar klopt. Dit is Poison. Laten we die eerst eens even proberen. Oh, wow. Texture, laat in. Oh, kijk. Dan wordt hij dus gewoon weer een beetje behaard. Mocht je die moving gedeeltes niet leuk vinden. Of mocht je PC dat niet leuk vinden. Zoals die van mij. Die heeft vandaag ook issues. Oh, dit ziet er ook wel super vet uit. En ik denk wel dat ik die moving bits mooier vind. Oef, jij monster. Wauw. Oké, dit hokje is echt absoluut te klein. Maar we hebben vandaag toch geen tijd meer om nog met hem op stap te gaan. Oh mijn god, wat is dat een beest. Dames en heren, het monster van Down Under. Ik weet niet eens waar een gorilla's komen uit Afrika. Ik weet het in ieder geval niet. Yes, dames en heren, we moeten gauw afsluiten, want het duurde weer veel te lang. Het was een super chaotische aflevering. Ik weet ook niet zo heel goed meer wat er allemaal gebeurd is. Maar wel weet ik dat we onze volgende aflevering zullen wij wraak moeten gaan nemen. Op wat of dat die Rock Drake ons aan heeft gedaan. Voor nu, dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.